Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie al mijn laatst gekochte items laten zien. Of tenminste niet alles, want het was vakantie en ik heb echt over de dagen verdeeld van alles gekocht. Ja, het leek me eigenlijk wel leuk om dat aan jullie te laten zien. Het verschilt van, even kijken hoor, room decor, stationery. Ik heb een luchtje gekocht, eigenlijk twee zelfs. Nog de laatste schoolspulletjes en een plant. Dus ja, ik ga dat aan jullie laten zien en hopelijk vinden jullie het leuk om zo'n shoplog te zien met van alles eigenlijk. Ja, ik weet niet, het leek me wel een keer leuk om op te nemen. Ik bedoel, het zijn toch dingen die ik koop en ik vind het altijd heel leuk om shoplogs te zien. Dus laten we maar gauw beginnen. Oké, laten we beginnen bij de allergrootste en meest leuke aankoop eigenlijk. Je ziet hem al in het scherm en ik weet niet of ik hem kan laten zien, anders doe ik wel een los shot invoegen in deze video. Ik was met een vriendinnetje naar IKEA geweest en daar kocht ik deze plant. Het is zo'n gatenplant. En daarbij kocht ik deze superleuke hysterische gouden pot. Ja, zoals je ziet is die echt huge en hij is heel erg mooi. Het is zo'n monstera plant met gaten. Had ik dat nou al gezegd? Ik weet het niet. Ja, dit kocht ik dus. De plant was 13 euro en de pot was 4 euro bij IKEA. Laten we dan maar doorgaan met de volgende stationery slash room decor items. Ik kocht namelijk een hele hoop leuke botanische kaarten. Nou staan er al een aantal in mijn kamer, dus kan ik ze niet echt meer makkelijk pakken, want die staan ook op een super hoge plank en zo. Maar degene die je wel kan zien is deze die achter mij staat, de cactus. Ik ben echt verliefd op cactussen, dus ik vond die gewoon geweldig. En daarnaast kocht ik ook deze nog. Dit is een hele mooie print vol met soort botanische bloemenachtig iets. Ik vond het wel heel erg leuk omdat ik in mijn kamer niet heel veel kleur heb, zeg maar. Ik heb heel veel zwart, wit en groen. Maar het leek me ook wel eens leuk om dit soort kleine printjes toe te voegen. Zodat je net iets meer kleur hebt. En als laatste kocht ik deze. En deze kon ik wel eventjes van het plankje afhalen. Want deze zit in een heel simpel fotolijstje eigenlijk. Ik heb er nog meer gekocht. Maar zoals ik al zei, ik kan het niet allemaal laten zien. Dit is er eentje met een vogeltje. Echt heel erg schattig. En twee bloemetjes aan de boven- en aan de onderkant. Ik kocht deze prints bij Groene Vingers. Dat is een winkeltje in Delft. Daar woon ik vlakbij in de buurt. Dus mocht je ze ook zoeken, daar vind je ze. En ze zijn van het merk Catch of zoiets. Maar toen ik het ging googlen, kon ik het niet vinden. Maar goed, wie weet jullie wel. Dus daar kocht ik de kaartjes. Dan kocht ik nog twee items. Echt puur voor room decor eigenlijk. En dat zijn deze twee houdertjes. Moeten we alle twee laten zien natuurlijk. En eigenlijk waren de potjes blauw, zoals je misschien wel kunt zien. Maar dat vond ik niet mooi bij mijn kamer passen. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb ze gewoon zelf zwart gespoten. En nu vind ik ze eigenlijk super leuk. Het enige wat hier nog in mist is een plantje. Deze ga ik nog kopen, maar het was de afgelopen dagen zo warm dat ik dacht, als ik nu naar de intratuin ga, dan is het net een kas. En dan wil je gewoon heel snel weer weg. Maar goed, het zijn dus een soort van houdertjes. Ja, een soort hoog plantje krijg je dan. I don't know hoe ik dit moet uitleggen. In ieder geval, deze komen van de Wii, dacht ik. En die waren nu nog maar 3 euro. Dan heb ik nog twee dingen die eigenlijk niet echt onder een categorie passen of horen. Maar dit kocht ik gisteren en dat vond ik wel leuk om aan jullie te laten zien. Dit is namelijk het Adidas Born Original parfum. En deze wilde ik echt al heel erg lang. Het is een super lekker fris parfum. En ze hadden nu dus een actie bij de Ethos. 1 plus 1 gratis op alle Adidas, Beyoncé, Katy Perry geuren geloof ik. Dus wat kocht ik er nou nog bij? Deze Adidas Born Original Today. Is het hetzelfde? Oh nee, Today. Dus het zijn twee verschillende parfums. Eentje is rosé goud en de ander is normaal goud. En die gouden geur die ruikt ietsjes, ja de gouden geur, jeetje. De Born Original Today die ruikt ietsjes, ja hoe zeg je dat? Frisser nog. Deze is wat zoeter en deze is wat frisser. Dus ja, ik ben heel erg fan en ze zijn super lekker. En op zich voor de prijs nu 1 plus 1 gratis kun je het ook zeker niet laten liggen. Ik heb namelijk 22 of 23 euro betaald voor twee parfums. Dus dat vind ik niet al te veel geld. Toen kwam ik vervolgens bij de TK Maxx. En eigenlijk kocht ik daar iets voor school. En ik heb dit in mijn mbo video laten zien. Oftewel, ik had al een etui. Maar ik kon deze gewoon niet laten liggen. Ik had nog een giftcard en ik vond deze echt fantastisch. Zoals je ziet is die holografisch. En ik heb er dit op gedaan. Een unicorn. Hoe noem je dit eigenlijk? Zo'n steker. Hoe zeg je dit? Je weet wat ik bedoel, ze zijn nu helemaal hip. En ik zag die bij de Vibra. Dus mocht je die nog zoeken, bij de Vibra heb je een heel leuk setje met 4 verschillende. Die ik overigens hier heb liggen. En dit was maar 1,50 euro. Deze shop is zo chaotisch, niet normaal. In ieder geval, de pins dingen waren dus maar 1,50 euro. En het etuietje was 3,50 euro. Waarom ik de etui kocht was omdat ik mijn agenda al in die
soort van holografische trendachtig iets had. Maar ik zag nog iets heel erg leuks. En aangezien mijn giftcard nog niet op was, kon ik dit er ook nog bij nemen. Dit is namelijk een super leuk holografisch, best wel dik notitieboek. En dit leek me super handig voor school, omdat hij gewoon lekker stevig is en dik. Dus ik denk dat ik hier het hele jaar mijn aantekeningen in kan opschrijven. En dan is die nog niet vol. Dus dit vond ik super leuk. Dan heb ik alles matchy matchy bij elkaar. Het is toch mijn laatste schooljaar, dus... ja, dan mag er wel iets van leuke schoolspullen bij zitten. Dus deze kocht ik bij TK Maxx en deze was 6 euro. Het volgende wat ik kocht is iets heel erg simpels en kleins eigenlijk. Het zijn washi stickers. Dit kocht ik bij de Prijsmapper. Dat is een soort van outlet-achtig iets van de Kruidvat en de Trekpleister, geloof ik. Nou, het zijn verder niet echt hele boeiende stickers of zo, maar dacht ik laat ze zien. Ze waren namelijk nog maar 12 cent of zo. Dus dat is best grappig om uit te proberen. En dan als laatste heb ik natuurlijk stationary items. En niet zomaar stationary items, maar natuurlijk van de lijn van Dies for Dazzle, oftewel Diana. Toen ik haar video zag, was ik meteen wild. Ik dacht echt, oh mijn hemel, ik moet dit te pakken zien te krijgen. Dus ik ben dan ook meteen de dag voordat het eigenlijk echt in de winkels hoorde te liggen, langs echt meerdere Kruidvat-filialen geweest. En ze hadden alles nog. Dus ik heb alles kunnen kopen wat ik wilde dan. En als eerste heb ik dit leuke potje meegenomen. Dit hoort eigenlijk bij Room Decor, maar ik dacht... ik laat het allemaal tegelijk zien, want anders weten jullie al wat er komen gaat. Dus ik kocht dit potje en hier moet ook nog een plantje in. Superleuk. En deze was maar 2 euro. Ook nam ik de washi tape mee. Ik ben echt verliefd op washi tape. En die gouden accentjes erop, of hoe noem je dat? Die gouden printjes vind ik echt het einde. Dus ik was hier super blij mee. En deze zijn ook maar 2 euro. Had ik nog 2 van deze velletjes met stickers. Ik ben gewoon super fan van haar hele lijn. Ik vind gewoon die cactusjes, die wimpertjes en alle tekstjes en zo. Ja, ik weet niet. Ik vind het echt geweldig. Dus deze gaan ook zeker mee naar school in mijn agenda. Stickertjes zijn trouwens maar 50 cent. En dan nam ik nog iets mee voor school. Eigenlijk op dagen dat ik echt veel te veel boeken mee moet nemen, vind ik het echt niet handig om zo'n mega schrift mee te nemen. En deze was net weer wat dunner. En eigenlijk was dit ook een soort excuus voor mezelf om het te mogen kopen. Ik vind dit boekje echt super mooi eruit zien met de gouden tekst erop. En ja, ik weet niet, ik vind het er heel luxe uitzien. En deze was maar 2 euro. Allerlaatst kocht ik hetgeen waar iedereen echt gewoon super enthousiast over was als ik zo op Twitter kijk. En dat is namelijk de agenda. Ik heb een agenda voor school, maar deze wil ik gaan gebruiken voor mijn privéafspraken en tijdens stage. Want dan is school en stage een beetje te veel om in één agenda kwijt te kunnen. Dus ja, ik ben hier super blij mee. En het ziet er echt zo leuk uit. I'm in love with it. En deze agenda was maar 4 euro. En dat vind ik echt geen geld voor wat je krijgt. Dan waren dit al mijn aankoopjes van de afgelopen tijd. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien. Laat vooral weten wat jouw favoriete aankoopje was. Of dat je ook nog een tip voor me hebt wat ik nog eventjes snel kan halen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doeg!